Goedendag, u kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Op de satellietfoto van vanochtend zien we nog dat er veel bewolking boven Nederland was. Maar als ik de satellietfoto in beweging zet, dan zien we dat de wolken van het noorden en oosten aan het oplassen waren. Daardoor kon de temperatuur flink oplopen en om 1 uur ontstond de eerste onweersbui. Die is hier boven de veluwe te zien, dat kleine witte puntje. Daar onweerde het als eerste, was in de regio Dieren Arnhem. Later in de middag ontstonden er meer onweersbuien in het oosten en noordoosten, terwijl het in het zuidwesten geheel bewolkt en grijs bleef. Daar slechts 13 graden, in het noorden en oosten werd het tegen de 20 graden. Vanavond ook nog steeds buien, vooral in de oostelijke provincies kan een zeer lokaal een zware bui zijn met hagel, onweer en veel regen. En tien kilometer verderop kan het zomaar droog blijven en schijnt de zon. In het westen is het bewolkt en die bewolking die gaat in de nacht verder uitbreiden over het land. Het wordt dan nevelig, plaatsen kan ook mist ontstaan en daar kan het verkeer morgenochtend last van hebben. Temperaturen dalen naar ongeveer 9 graden. Morgenochtend dus hier en daar een grijze start van de dag. Kan ook een enkel druppeltje vallen, geen grote hoeveelheden. In de loop van de dag lost de bewolking vooral naar het noorden en zuiden op. Daar verwacht ik de meeste zonneschijn. En in een band over het midden van het land blijft het grotendeels bewolkt. Er gaat een enkele bui vallen, maar de buien hebben niet de overhand. Groot deel van de dag is het vooral te hoog. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 14 graden op de Wallen, en in de kop van Noord-Holland tot ongeveer 17 graden in Limburg. Morgen later op de dag, vooral in de avonturen, gaat de noordoostenwind in kracht toenemen. En die noordoostenwind die gaat voor beter weer zorgen. Vrijdag waaien de wolken en buien geleidelijk naar het zuiden weg. En vanuit het noorden gaat er steeds meer plaatsen de zon schijnen. Er stroomt ook koelere lucht het land binnen. Het wordt opnieuw 14 tot 17 graden, ondanks dat de zon smiddags flink schijnt. Zaterdag zon overgroten, maar temperaturen van 12 tot 15 graden. En een kille noordelijke wind. Uit de wind en in de zon zal het zaterdag, denk ik, toch wel lekker zijn. Zondag neemt de bewolking weer toe. Kan het vooral in de ochtend grijs zijn. Smiddags komt de zon er dan wat bij. En het blijft droog dit weekend. Maar de temperaturen zijn dus niet al te hoog. Na het weekend wordt het geleidelijk weer wat zachter. De dip die zit vooral zaterdag en zondag. Daarna zien we de temperatuur weer langzaam stijgen. En vanaf woensdag komen we op 15 tot 20 graden uit. Hier niet zichtbaar, maar kan het wel vertellen. De kans op regen blijft ook na het weekend klein. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.